laatste avontuur. Wandel op een koord, voor mij was het lang genoeg van duur. Uiteindelijk sluit de poort, een vreemde sterke macht. Mijn schouders zacht omklemd, mij vroeger onbekend. En aan het eind iemand die wacht. Een laatste stad uit Rome had mijn verlangen in toom. Al te snel erop en erover te zijn. Maak mij tot instrument, al blijkt mijn bijdrage nog zo klein. En dit finaal. Laatste avontuur, dansles op een kabel. Tijdens deze kuur hoop ik, red ik mij respectabel. Dan zullen wij te samen onze pirouetten draaien. Op een eeuwigdurend feest, alsof we nooit uiteen geweest. Niemand gezien, gehoord, aan het reinen van de koord. Wie heeft haar? Onzichtbaar toch wel in handen. Het geeft me een gevoel alsof we springen overboord op water en dan verder wandelen. Een laatste avontuur, balanceren op een koord naar een verdere dimensie waarvan niemand ooit gehoord. Niemand, dat is veel gezegd, slechts wie er geen belang aan hecht. Vanaf nu wordt het hoe gerecht, het wat is nu beslecht. Een laatste stelte droom houdt mijn verlangen in toom. Al te snel, erop en erover te zijn. Maak mij tot instrument, dan lijkt mijn klankkast nog zo klein. Voor dit finaal. Plan A, deel 2, zelftoverij. Het ziet er naar uit dat er iets belangrijks gebeurd is. Ik wil het zelfs wereldschokkend noemen. Geen enkele journalist die het heeft bemerkt. Maar goed ook, anders hadden die kruiperige hedonistische afschrijvers er weer een potje van gemaakt. Oké, er zijn uitzonderingen. Om het te begrijpen, kijk terug naar de film In de Ban van de Ring, laatste deel. Tijdens een Hollywood-receptie stonden toevallig Koekoeksnest Jack Nicholson en Hobbit Elijah Wood naast elkaar en vroegen iets wat schalks boven een champagneglas of ze elkaars filmen eigenlijk bekeken hadden. Nicholson's antwoord was een beetje genuanceerder dan dat van de Hobbit. Hij wees erop dat hij deel 1 en 2 echt goed vond, doch het laatste zo langdradig dat hij het nog voor het einde was afgetrapt. Dat duurde en duurde en duurde maar, zo zijn kritiek. Had je toch een beetje sneller die ring weggegooid, dan was ik blijven zitten. Ah. Ja. De ring in de ravijn werpen. De laatste uiterst moeizame daad van de uiterst eenzame mens. Vooraleer hij zich echt uit de slavernij kon bevrijden. Het doorbreken van de glazen muur die de illusie der schepping in elkaar doet zakken. En het direct contact met Ein Sof bewerkstelligt. Beloofde erfenis van de Adam Kadmon. Eindelijk verwezenlijkt. Alles wat voordien zo heilig en spiritueel klonk, dat was slechts Plato's grot.
Doch, wat is er precies gebeurd onlangs? Wel, een kleine groep sapiens individuen is er eindelijk in geslaagd zich in de grot van Plato 180 graden om hun as te draaien. En niet veel minder belangrijk, een grote groep rond hen bereikte reeds de 90 graden, waar ze bleven en blijven steken. Dit verklaart ook het verspreid gevoel dat alles maar duurt en duurt en blijft duren en er toch niets verandert, zodat de Nicholsons deze wereld te zaal verlaten. Naast dat karma is dit te wijten aan het feit dat die 90 graden groep voor een wegwijzer staande met twee richtingsopschriften. De eerste, de weg naar de hemel. De tweede, de weg naar de voordrachten over de hemel. En dat die dan altijd maar opnieuw de tweede richting blijven kiezen, blijven inslaan. Geduld, ze komen erachter en zullen uiteindelijk die kleine, dappere groep A volgen. Is dat zeker? Is dat bewezen? En zo ja, die groep A, hoe talrijk zijn die en wie precies? Zie je wel, zo de eerste en valse vragen van de journaal. Dit is niet onze opgave hier op aarde en voert ons weer al dieper en dieper en directer in de bredouille. Wij mensen moeten over levensvragen, geen wetenschappelijke zekerheden, proberen te vinden. Wij slagen daar toch niet in. Wel moeten we liefdevol en toch moedig de hoop op het spoor trachten te komen, die dan groeien kan tot een juist begrepen geloof en die uiteindelijk uitmondt in een innerlijke zekerheid zonder mathematische formules, bla bla bla. Wie daarin geslaagd is, is geslaagd in zijn leven, in zijn Adam Kadmon leven. En alle anderen doen slechts alsof en kijken zich verder blind in de valse, in de verkeerde richting binnen Plato's grot. Indien nu van het groepje A uitgaande of doorheen hen gestuurde wensen geformuleerd worden, dan worden die dan ook gerealiseerd tot in de vaste materie, tot in onze derde dimensie. Maar ook geen moment vroeger. Voor hen, doorheen hen. Ik ben, wij zijn. Precies zoals in de genaamde film. Enkel nadat Frodo de ring naar beneden had geworpen, was de eindstrijd, de Armageddon, beslist. Geen oogwenk vroeger. Zo eenvoudig is dat. Nou ja, eenvoudig. En de boer, hij ploegde voort. Nog een tijdje. Proberen gaat boven studeren. Trouwens, de alternatieven zijn zo goed als uitgestorven. Ondertussen, niet waar? Proberen. Oefenen we het remademen de hele dag door. Beginnend bij het tandenpoetsen, het wandelen enzovoort. En 's avonds dan de zaadgoedmeditatie. Zoals gezegd, kan men wat in het midden ervan drie wensen formuleren, waarvan men één als lokaal kan betitelen. Mijn lokale wens is about Belgium. Ik ben Vlaming, betekent officieel Belg van geboorte. Dat land functioneerde niet, daarom kwamen in het noorden ervan pogingen op
tot onafhankelijkheid. Ook die functioneerde niet. Al het gewoon menselijke is weggeprobeerd. Tijd dus voor een andere oplossingswijze. En die luidt als mijn lokale wens aan de poort naar Keter. Mogen hier bij ons en dan overal ter wereld de cellulaire democratie ingevoerd worden, uitgaand van uw sterke hand, Ein Sof, bron, begin, aan, kosmische oerzen. Morgen al. Beginnen we eraan. We verlaten dus de hoofdweg, die leidde tot onvrede, armoede en pestilens. En kijken uit naar een zijweg. Een klein, groen, slim en eerlijk weggetje schijnt te zeggen, neem mij. Het is dat van Piketty en van Sarah Hagenknecht. Uitleggen, de afspraak, ter zake, discuteren, brains contra brains, artikels schrijven, overtuigen. Wachten op Godot. Komt hij ooit? Wie gegarandeerd welkomt, is ergens een of andere Marcos met dezelfde eeuwige afgepelde en afgeschilferde waarheid. Wij hebben ons nu zo lang ingespannen voor onze zwarte nul en nu zouden wij alles aan die luie bezitslozen moeten afstaan. Vraagteken. Uitroepingsteken. Godot. Dat wenkske nemen we dus niet. Met alle respect voor Zara, echt. De weg die wij volgen heeft nog nooit van Godot gehoord. En hij draagt de naam cellulaire democratie. De cel is verbonden met de kosmische oerbron over haar DNA. En ze heeft mitochondriën, centriolen enzovoort. Ze heeft ook celwanden, membranen, en ze weet waarom. Celdemocraten zijn zoals mitochondriën, actieve medewerkers. Ze organiseren geen politieke partij, in alle geval nog niet. Alles ter gepaste tijd. Dus ook geen verkiezingsevenementen met bombastische toespraken en met dure reclame. Bij hen nog minder verzameling geblazen in overgedimensioneerde zalen met de marathondiscussies over basisdemocratie. Nee dus, wel mengen ze zich tussen de groepen die land in, land uit samen iets doen, zonder concurrentie, dus zeker geen voetbal of tennis enzovoort. Daar waar mensen zingen, wandelen, fietsen, koken, schilderen, afstoffen. En daar insinueren ze elk half uurtje te breekademen. 5 minuten. Niet als ritueel, maar als bewustzijnsverwekking, conscience. Elk voor zich, zonder orchestratie, zonder karajan, in stilte. Breek ademen, golfbrekers ademen. Dit kan men ook individueel verder zetten, buiten de groep natuurlijk. Doch in de groep is er een component meer aan toegevoegd, het ervaren, medegevoel. Noemen we het maar met een veel misbruikt woord, de liefde. Ja, de liefde, ze is vanzelfsprekend bestanddeel. Maar wel te verstaan de liefde in wijsheid.
die toch moedig en veerkrachtig optreedt, niet als kitschboodschap. En individueel of in gemeenschap, dit keer weg uit het defensief gedragspatroon. Gedoe, zal ik maar zeggen. Waarom? En hoe dat? Omdat bij elk inademen de idee ik ben wordt gesproken innerlijk. En bij elk uitademen de idee wij zijn. Wij zijn, dat includeert dan natuurlijk de ringlozen, de ontboeiden, de omgedraaiden in Plato's grot, met direct contact naar de bron. De bron, dat is de onstuitbaarste macht in het heelal, inclusief op aarde. En nu terug naar België, op het spoor van mijn lokale wens. België, een moeilijk land. If you make it there, you make it everywhere. Gemeend in deze context natuurlijk, dus niet zoals Sinatra dat over Chicago zong. België, een typisch Kali-yoga product. Probeer ze u voor te stellen, deze ijdele, verwende Europese geldadeldronkaards in de vroege morgenuurtjes van het Congres van Londen in 1830. Mannen, allemaal. Ze konden bijna niet uit hun oogstjes kijken. Zo zwaar zwoel waren de Londense nachten geweest. En toen schiepen deze figuren België. Daarbij, al van meet af aan, één van de volkstalen, volledig denigrerend. Ze voegden dus twee volksgroepen samen, twee celgroepen, de Vlamingen en de Walen. Ja, enkel twee. Het sociale weefsel van de menselijke wereld is in de grond ook niets anders dan een organisme, zoals wij dat kennen in de biologische wereld, in de menselijke gedaante, opgebouwd uit cellen, celgroepen en groepjes, bijvoorbeeld het oor, en uit organen. Doch, dit organisme is tegenwoordig zo een misbaksel geworden door de eeuwen heen, dat hierin het bankwezen als hersenen fungeert en het geld in al zijn vormen de ademhaling, de kringloop aandrijven. Daarom al is mijn beschrijving van het Congres van Londen 1830 helemaal niet overdreven negatief. Integendeel, want ene was daar nuchter, ook 's nachts, James Rothschild. En toen schiepen ze België. Dat betekende, ze amputeerden beide oren, Vlaanderen en Wallonië, en plakten ze samen op de Belgische buik, ergens rond iets wat ooit wel eens een navel zou geweest of had kunnen zijn. En misschien nog beter verwoord, gezien de waarheid dat klein, belangrijk niet uitsluit. Dat betekende, ze kerfden de bijschildklieren, Vlaanderen en Wallonië, uit hun verband, stopten ze samen in een stuk toegenaaid patatzakstof met banklogo opdruk en hingen het aan zoiets gelijk een strot, of beter gelijk de krop van een strot. Logisch. Zonder functionerende schildklieren. Walen en Vlamingen zijn dus twee kleinere celgroepjes in deze tegenwoordig
erg ziekelijke wereldgedaante. Ze tellen ook nog nauwelijks mee als het gaat om de wezenlijke internationale beslissingsmomenten. En dat om dubbele innerlijke en uiterlijke redenen. Toevallig echter hebben beide afzonderlijk een beslissende rol gespeeld tijdens respectievelijk de tweede en de derde echte renaissance. Ik verwijs in dit verband ter verstaanbaarheid naar mijn video's en audioboek Overstappen, vooral deel 5, 3 en 2, en vraag u dit te bekijken en te beluisteren op YouTube. Wat Wallonië betreft, op Waals grondgebied dus. Het Latijn van Iers-Schotse zendelingengroepen beïnvloedde mee de toen in ontstaan zijnde Franse volkstaal. Maar veel belangrijker, hun boodschap inspireerde binnenkort het beleid van de Merovingische en Karolingische koningen. Ik beschrijf de 6e, 7e en de 8e eeuw. En wat Vlaanderen betreft, dus op Vlaams grondgebied, Frans sprekende adel eerde voor een korte tijd, een tempeliers vraagteken tijd, voor een korte tijd het Vlaamse van het volk, omarmden het zelfs met het doel de graalsinhouden in de Germaanse wereld te introduceren en ze praktisch op te zetten in stedelijke structuren. Ik beschrijf hier de 11e, 12e, 13e eeuw. Alles wat Frans was, neigde vanuit Parijs meer en meer tot pretentieuze Barbie-sering, Barbie-pop-sering bedoel ik, cultureel en ook spiritueel. Poupée de cire, poupée de son, poupée de chiffon. En het Germaanse, eerste plaats het Vlaamse, hebben daar krachtig en succesvol gecorrigeerd. Ja, kort. Ja, veel te kort. Mijn lokale wens met mijn zaadgoedmeditatie is dus de volgende. Mogen deze half verknoeide celgroepen terug spiritueel geactiveerd worden, uitgaande van hun DNA met fris ontwaakte mitochondriën, als een nieuw dubbel kernstuk van Europa. Niet de Europese Unie, de EU is bedoeld, de huidige. In dit proces mag dan verdwijnen wat overbodig, wat zelfs schadelijk is. En geen defensief gedrag wordt nog aanvaard, want de Lying Enterprise is rijp voor de bezemwagen. Toch bijna, bekijk maar eens het Engels Koningshuis. Zo, tot dusver mijn lokale keterwens tijdens mijn zaadgoedmeditatie, inclusief break breathing. Hartelijk welkom om eraan mee te doen, gij nouveau Wallon, nouvelle Wallon, gij nieuw Vlamingen, Vlaminginnen. Eigenlijk is het een zachte, onbloedige, maar super efficiënte machtsovername waarover ik spreek. Dat laatste woord wou ik echter niet, liever niet, neerschrijven. Want zo verliest men het voordeel van de zotheidsvrijheid over milde spot. Ik heb het dan toch gezegd. Zeker dat alles in de optiek
dat deze lokale wijns nog een sop van de kool waard zal blijken. Misschien staan onmiddellijk voor onze deur veel grotere, omvattendere ommekeren. We laten ons verrassen, we zijn flexibel en wachten graag op verdere informatie en innerlijke zekerheden. Toch vooral op de juiste mensen die een dergelijke oproep ernstig opnemen en toestromen. Stromen van binnenuit, ja, niet stoten. Schip, ahoy! Met de juiste bemanningsleden aan boord, gelijk in mitochondriën in gezonde cellen. Met celwanden, ze weten waarom. Wat nog ontbreekt. Met de drie afkortingen. Bree, za, zeil. Bree is breek ademen, break breathing. Za is zaadgoed meditatie. Zeil is zeildemocratie. Met deze drie afkortingen dus stevig bevestigd op de voorruit van onze onderzeeër. En naar omhoog tot bij ons moederschip langs de herontdekte navelsnoer, hebben wij een reële kans om te ontkomen aan onze apengevangenschap. Een dag vol hoop dus in het leven van Ivan Denisovich. Maar momentje, de dag heeft ook een morgen. En Mark groet niet alleen de dingen die Paul van Ostaaien uitzocht. Dag bloem, bloem, bloem. Nee, hij heeft ook geleerd de wezenskern van de dingen te eren met een groet. De wezenskern, de bron van alles wat leeft. Ook binnen de zogezegde dode natuur. Daarom... En terzelfde tijd om het pessimistisch realisme van Schopenhauer een hakje te zetten, wordt 's morgens het Ein Sof gegroet, het kosmisch begin, de bron. Hier twee voorbeelden van hoe men dat het best kan doen, kan formuleren. Het eerste komt van Jezus de Nazareër. Onvervalst uit het Aramees en daarom beter vertaald dan ons allen bekend, onze Vader. Hier is niet meer sprake van een vader. Gij ademend leven in alle oorsprong, ab woon, gij straalt in ons en om ons. Zelfs de duisternis geeft licht als wij ons herinneren. Bundel uw licht in ons, maak het van nut. Help ons een heilige ademhaal te ademen, waarbij wij enkel u voelen. Mogen uw klank in ons klinken, ons reinigen. Laat uw raad ons leven regeren en onze doelstellingen binnen de gezamenlijke schepping verduidelijken. Mogen de vurige wens van uw hart hemel en aarde verenigen door middel van onze harmonie. Geef ons dagelijks wat we nodig hebben aan brood en inzicht, het noodzakelijke voor de behoefte van een groeiend leven. Snijd door de strangen van de fouten die ons binden,
zoals ook wij loslaten wat ons bindt aan de schuld van anderen. Mogen oppervlakkige dingen ons niet in het verderf leiden, maar bevrijd ons van al wat ons hindert. Van u komt de allerwerkzaamste wil, de levendige kracht tot handelen, het lied dat alles schoner maakt en dat zich van tijdperk tot tijdperk vernieuwt. Waarhaftige levenskracht steekt in diens woorden, mogen zij de bodem uitmaken waaruit al mijn handelingen ontspruiten, bezegeld in vertrouwen en in geloof. Amen, het zij zo. Het tweede voorbeeld is mijn persoonlijke morgengroet, die ik zonder uitzondering sinds 1999 innerlijk elke morgen ten beste gaf en geef. Hoogste God Godin, goedemorgen. God Godin, je zijt boven mij, onder mij, voor mij, achter mij, rechts van mij, links van mij en in mij. Innerlijke God Godin, zegen de wereld, bevrijd de wereld van dit gedrocht. Zegen, puntje, puntje, zegen, puntje, puntje, zegen, bepaalde geliefde personen. Zegen mijn vrienden, puntje, puntje, mijn vijanden, puntje, puntje, en mijn familie, puntje, puntje. Heilige Geest, laat mij op de witte rug van uw paardje voorwaarts galopperen in de richting die gij als de juiste beschouwt, niet ik. Bepaal van 's morgens tot 's avonds die richting wat betreft mijn denken, mijn anders denken, mijn voelen, mijn anders voelen, mijn handelen, mijn anders handelen. Yeah.
roeien met je gemsleer. Gemsleer, leg je bezem neer op de kiezelsteen, wordt mijn pinksterblom. Glossarium. Alfabetisch. Adam Kadmon, dat is de oorspronkelijke mens in zijn spirituele gedaante. Hij is man en vrouw in één. Zij is man en vrouw in één. Ein Sof, dat is de oerbron van de schepping. Elders ook Aum of Abmon genoemd. Columbaan, dat is een Iero-Schotse monnik die in de 6e eeuw in Noord-Frankrijk een klooster stichtte in Luxeuil. Het congres van Londen in 1830, dat is waar de Europese mogendheden de onafhankelijkheid van België beslisten. Cyber, wat te maken heeft met computer- en internettechnieken. Esoterie, dat is de studie van de verborgen werkelijkheid. Fibonacci, wiskundige uit Pisa, Italië, 12e, 13e eeuw. Jozef van Arimathea, hij was de eigenaar van het Jezusgraf. Hij week uit naar West-Groot-Brittannië. Naar Glastonbury, vraagteken. Karajan, bekende autoritaire dirigent. Kali Yuga, het laatste van de grote tijdperken, het donkere genaamd. Het begon zowat in 3000 voor Christus. Keter, Malkut. Dat zijn posities in de Sefirot-boomgestalte die de wereld schetst van het dichtste tot het fijnstoffelijkste niveau. Mitochondriën, deel van de menselijke cellen. Orwell, Brits revolutionair, hij schreef het werk 1984. Piketty, Frans linkse econoom. Plato, oud-Griekse filosoof. Hij schreef De Staat, waarin hij de menselijke illusie illustreerde als zijnde projectiebeelden op een grotwand. Rothschild, machtige bankiersfamilie. Schopenhauer, Duitse pessimistische filosoof. Solzhenitsyn, Russisch schrijver, documenteerde de gulag van Stalin. Zijn eerste kort verhaal, Een dag in het leven van Ivan Denisovich. Steiner, Oostenrijkse ziener, stichter der antroposofie, bekend door de Waldorfschule. Tolkien, Brits schrijver. In de band van de ring. Van Ostaien, Vlaams dichter, bekend gedicht, Mark groet 's morgens de dingen. Wagenknecht Zara, Duitse linkse economiste.
veld wordt afgemaskerd van de zon. Maar ik doorzeer staan klaar. Het begon in grote hoogte. Voor meer dan 3 miljard. Het werd een vlucht in het onbekend op de zaart. We zagen voor ons ontwikkelen. Bovenop de golven door straat ooit nog lijkt het was. In bange hoop. Onder de dompelen in een soort wolk. Waarvan de oorsprong ik niet kende. Dat was bij toeval elke hand. Snap je eens, kwam tot stand. Homola kon zien wel gestuurd. Terzelfde tijd, dit is het liedje. Ik van onzichtbaar oost. Contureerde beelden, legde ik op zijn afgemaakt. Ze lijken de zomer en als laten we voorbij. Een sterke wind en herfstelijk zonnebloeien, zoals ik me. Ik zie tafels daarop glazen, direct naast mij zit er een vrouw. Wat ze zeggen wilde, dus zingt de hart er zeer meer. Ze draagt een kleed direct aan, daarmee wordt waar. Als ook aan de klim, en meer rechtvaardigheid. Een van de laatste in dit haar leven, ze stopte ermee. Die sterke wind werd hen belonderd en dompeld in hun gebeuren. Hij zal onderwijs, waarvan de oorsprong ik niet kende. Als bij toeval, elke handeling, dat weet ik de kwaad verstand. Het een was hard vormt en afgerond, kreeg van onzichtbare hand. Er werd geen consurerende beelden, weinig ding had ik in mijn hart. Het enige verteld, zomaar de ziel is dan apart. Toren, die zijn beschadigd met geweld. Als die nog komen, die in zoveel jaar op bestellen, die ik eigenlijk niet wil. Nog nooit eindigde mijn zomer in april. De dorstige, toch echt treurig kan ik niet zijn. In de grond is het een mop, er is een tijd. Piet met de zeis, die blik een flop. Je deed niet pijn om weer. Ondergedompelde en gebeurd, waarvan de oorsprong ik wel voelde. Gelijk naar mijn klaar. Ruk ze uit, dat hoofd van je, die vastgeroeste idee. Jij was dat je langskwam als jouw zegen, want het zat je echt niet mee. Telkens weer jouw hand ging open, was het om een gunst te kopen, kom bij ons. Niet dat we iets gaan doen, want die klacht lijkt ons net iets te groen. We nemen niet jouw hand, laat ons gerust. Wij zijn zelf nonchalant. Doch die hele diepe pijn, dat hartsvenijn, dat krijgen wij wel klein. Zolang bedekt geleefd, tot geen mens nog iets begreep. Je had het moeten weten, dat men niets meer aan je heeft. Als je eenmaal zit verscholen aan de rand der malle molen, kom bij ons. Niet dat we iets gaan doen, want die klacht lijkt ons net iets te groen.
We nemen niet jouw hand, laat ons gerust. Wij zijn zelf te nonchalant. Doch die hele diepe pijn, het hartse lijn, dat krijgen wij wel.